He killed all the Jews in the villages. Mente is een bijzonder succesvol ondernemer. Uw broer Dirk, is die ook kunstverzamelaar? Mijn broer leeft niet meer. Als Jood zou je dit soort dingen niet moeten aanpakken. Ik pak dit aan als journalist. Dit is je reinste karaktermoord. Er komt alleen maar narigheid van, er zit niemand op te wachten. Dat zal u zeker spijten. Wir haben alles gesehen von dieser Stelle. Weil es war schon ein Herz ausgeschnitten in diese Verende. Und dann war es so, Menten ist gestanden, ich sehe ihn so wie heute. Er war in einem SS-Uniform. Er ist gestanden sehr, sehr ruhig. Also er war sehr ruhig. Hoofdredacteur Hans Knoop van het weekblad Accent legde zondag de hand op een aantal documenten uit het naoorlogse procesdagen van Mente die bij een voormalig verzetstrijder in de tuin begraven zouden zijn geweest. Nou, de bewijzen tegen de heer Mente stapelen zich op, dus hij zal zich voor de rechter moeten verantwoorden. Mijns inziens is Nederland niet een land waar massamoordenaars straffeloos een rustig leventje kunnen leiden. Hier gaan ze spijt van krijgen. En die Hans Knoop als eerste. Das, was ich Ihnen erzählt habe, ist ohne Zweifel. Das kann man nicht vergessen. Und das werde ich wahrscheinlich niemals vergessen. Wouters. Van Apeldoorn. Dus na 30 jaar kom jij het stokje van me overnemen. Ja. Mijn handen jeuken, dat kan ik je wel vertellen. Hoe lang gaat het eigenlijk duren, dat onderzoek? Nou, ik moet natuurlijk tot de bodem gaan. Hij mag ons niet ontglippen. Een paar weken? Een paar maanden, minstens. Wat? Maar dat kan toch niet? Wat als het hem te heet onder de voeten is? We hebben nog niks. Als we hem nu aanhouden, dan huurt hij een paar dure advocaten in. Is hij zo weer vrij? Ja, dan smeert hij naar het buitenland. Daar is waar ze geen uitleveringsverdrag met Nederland hebben. Ja, alleen de politiek kan een miljonair als Ment in het land houden. Als we hem oppakken, dan moeten we er zeker van zijn dat we hem dit keer wel veroordeeld krijgen. Maar als alles wat ik tot nu toe gelezen heb op waarheid berust, dan wordt dit de zaak van mijn leven. Dat wordt het zeker. Als je Ment er niet te pakken krijgt, ga je er zelf aan. Hij maakt je helemaal kapot. Blijf niet te lang hoor. Ik heb me niet voor niks zo opgetut. Zodra ik Andries heb besproken, knijpen we het dus uit. Ik heb nog heel veel leeswerk vanavond. Kom op, het is een feestje. Maar waarom arresteren ze hem dan niet gewoon? Kennelijk wil ons kabinet dat nieuwe gedoogbeleid van ze op meerdere fronten toepassen. Hij staat daar. Heb je hem gezien? De man is een uiterst succesvolle entrepreneur. Ik wil hem niet meteen overvallen. Ja, straks is hij weer weg. Je weet hoe druk die mensen het hebben. Ja. Sorry? Dat die bulk van het geld, die laat zich echt niet zomaar vangen. We gaan gewoon net zo lang door tot justitie niet meer om zijn arrestatie heen kan. Die weten zich met de drie van Breda al geen raad. Nog zo'n bejaarde oorlogsmisdadiger, erbij kunnen ze missen als kiespijn. Bejaard of niet, ik leef niet graag in een land waar oorlogsmisdadigers vrij mogen rondlopen. Excuses,
De fractievoorzitter van de KVP wil me geloof ik even spreken. Je ziet wat voor dubieuze rol diverse KVP-leden in het proces na de oorlog hebben gespeeld. Je wilt toch zeker wel voorkomen dat de KVP opnieuw de fout ingaat? De situatie is volstrekt anders nu. Justitie kan het zich niet permitteren om zo'n lakse houding aan te nemen. Geef mij 10 minuten met Van Acht en hij is mij en u daar eeuwig dankbaar voor. Dat geef ik u op een briefje. Frans gaat mij in contact brengen met de minister van Justitie. Ach, wat goed. Kom, nu gaan wij dansen. Uw gedrevenheid dwingt respect af, dat zonder meer. Ja, als u en de minister de tijd nemen om het materiaal door te nemen, dan ziet u zelf ook dat er een reëel vluchtgevaar is. Dat materiaal van u is 30 jaar oud, meneer Knoop. Toen is er ook niks mee gebeurd. Het is nu 1976. Zijn beschermheren van toen leven niet meer. Hoe denkt u dat we na zoveel jaar de bewijslast nog rondkrijgen? Er zijn nog getuigen die leven en die gaan we horen. Ik hoop het voor u. Ik ben in elk geval blij dat de minister Mentens paspoort inneemt. Dan kan hij in ieder geval niet vluchten. De minister heeft enkel toegezegd om te onderzoeken of we het paspoort kunnen innemen, meneer Knoop. Of dat überhaupt kan, hoort u spoedig van ons. Ik wens u veel succes. Met Hans Knoop? Ja, en? En wanneer dan wel? Ja. Dank voor het opbellen. Domme. Zijn raam open, je stikt hier nog eens. Onder de huidige omstandigheden is het niet mogelijk om meneer Mentens zijn paspoort in te nemen. Straks is hij gevlogen. We hebben net ontdekt dat hij een enorm huis in Zuid-Ierland heeft, ook volgestouwd met kunst. Kan hij dan in ieder geval niet meer onderduiken? Ierland heeft anders geen uitleveringsverdrag met Nederland. En hij heeft geld genoeg om een eerste klas ticket naar de maan te boeken. Au. We zijn bij ons huis in Ierland geweest. Schoft. De Ierse kranten hebben ook al van alles over je geschreven. We worden daar dus binnen de kortste keren net zo belaagd als hier. Daar kunnen we voorlopig ook niet meer heen. Ik ga mijn advocaat bellen. En nog mooier, die kunstveiling is voorlopig van de baan. Maar het allermooist, Van Acht zelf heeft de Rijksrecherche opdracht gegeven een onderzoek in te stellen naar Mentens oorlogsverleden. Maar dat onderzoek wachten wij natuurlijk niet af. We zijn er nog lang niet. De hele waarheid moet boven tafel. Dus jullie gaan door op de lijntjes die je hebt uitgezet. En vanaf nu wil ik elke week een artikel over Menten. Hans, gefeliciteerd. Mooie oplage. En een politieonderzoek. Twee vliegen in één klap. Maar in afwachting van het rechercheonderzoek kun je hem niet blijven betitelen als massamoordenaar of oorlogsmisdadiger. Er zijn helemaal geen bewijzen van. Ik heb al een miljoenenclaim aan mijn broek hangen. Ik ben niet bang voor die claim. Die bewijzen die komen. Hans, ik heb hier een meneer van Apeldoorn aan de lijn die beweert te weten waar Dirk Menten is. Dirk Menten? Maar die is toch dood? Hans Knoop? Meneer Knoop, ik heb nieuws voor u. Dirk Menten is springlevend en hij woont gewoon in Kan. Dirk. Nou, dit is Elisabeth, ik ken je natuurlijk. En dit is mijn zakenpartner en goede vriend Isaac Pistinen. Zeer aangenaam. Hartelijk welkom. Zijn neefje en mijn goede vriend Bibi, een jäger eerste klasse. Mijn vriend. Ze hebben waarschijnlijk honger na die lange reis. Komen ze hierheen. Pientje, vrede. Getest veel aan per die zaak in Rietje. Elisabeth, maak even een foto. Dirk komt er ook even bij. Mädchen. The fields, the birds were singing.
Wat komt u doen? Ik had al nee gezegd. Het is belangrijk. U had beter thuis kunnen blijven. Meneer Mente, alstublieft. Ik praat niet over mijn broer. Punt uit. Waarom heeft hij u doodverklaard? Wat heeft hij? Heb je het al gehoord van Knoop? Ik weet niet waar hij straks mee aankomt zetten, maar het is intussen wel uitkijken geblazen met die miljoenenclaim van Mente. Wat wil zijn advocaat het niet al te gemakkelijk maken. Knoop gaat door tot het gaatje, ben ik bang. Als justitie straks die bewijzen niet rondkrijgt, dan hoeft Knoop niks te betalen, maar de holding wel. Precies. Mente beweert onschuldig te zijn. Dus moeten we de zaak ook eens van die kant belichten. Objectief. Precies, ja. Objectief. Ga eens kijken of jij verhalen kunt vinden die dat ondersteunen. Pak lekker groots uit. Neem voor mij op een hele pagina. Merci. Ik bedoel dat het je geld heeft geboden. Klopt, maar daar ben ik uiteraard niet op ingegaan. Dat is heel verstandig. Hij belooft veel, maar je krijgt niks. Zeg, het is alleen maar een hulpmiddel om het verhaal later uit te kunnen werken. Ik wil alleen maar graag weten wat u mij over uw broer kunt vertellen. Schoft heeft het er zelf naar gemaakt. U kunt niet zo goed met elkaar overweg. Nee. Na de oorlog al helemaal niet. Hij heeft me bestolen. Me opgelicht. En voor de oorlog? Kwam u wel eens bij uw broer in Polen? Regelmatig. Na de scheiding van mijn eerste vrouw ben ik hem gaan helpen met de exploitatie van de bossen. Hij had daar een overeenkomst met de eigenaar. Isaac Pistine. Ja. Ja, daar kreeg hij ruzie mee. Maar dat maakte niks meer uit. Toen de bolsjewieken kwamen. Naar het doen, die hangen ze op. Mr. Lajic. Vy jesteśmy Polakami, jesteśmy Holendrami. Dla nas to nie ma różnicy. Ten dom teraz należy do ludu. Za nami. Co za moje żonie? Zewnątrz. Oboje! Nie dotykaj jej! Nie dotykaj jej! Możesz zrobić się bogatym, jeżeli nas puścisz. Nikt nie musi o tym wiedzieć. Jesteśmy bogaci. Teraz wszystko należy do nas. Ale też są nać! Pójdź do mnie, pójdź ją! Simonia, zrób coś. Zostaw go. I puść tą kobietę. Wat gebeurt er allemaal, Pieter? Ik weet het ook niet. Misschien kan Vladimir ons helpen. Lepiej ucieka, panie Mendy. Jak najszybciej. To jest mój dom, Vladimir. Odeślij tych idiotów. I sobie dzień tak bogatym, że nigdy nie będziesz pracować. Złowu honoru. Zrób coś!
Moje stukje jest warta milionów. Własność jest kradzież, panie Menten. Wszystko należy do ludu. Ma pan 10 minut, aby spakować walizki. Gdzie, wat zegt hij? We gaan koffers pakken, kom. En dus ging hij terug naar Nederland? Nee. Hij stuurde zijn vrouw naar Nederland. Zelf ging hij naar Krakau om te kijken of er nog wat te redden viel. Alles hebben ze ons afgenomen. Ik ben totaal beroerd. En dat terwijl ik alle waardevolle spullen juist naar ons buitenhuis had laten brengen. Ik ben veiliger dan Lemberg. En nu wilt hij terug naar Nederland? Wat heb ik daar te zoeken? Blijf liever hier. Krakau blijft voorlopig wel in handen van de Duitsers. En het communistische tuig had gestand tegen de Wehrmacht. Gaat u zitten. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Als u mij om te beginnen 1000 slotty kunt lenen, zodat ik voorlopig onderdak kan zoeken. Ik heb een interessant onderpand. Anton Mengs. Kost een fortuin. Fraai. Maar die 1000 slot die krijgt u. Dat wil zeggen... als u bereid bent iets voor mij te doen. Zoals u weet ben ik niet alleen consul, maar ik heb ook de verantwoordelijkheid over mijn reispellerij hier. Nou moet ik binnenkort terug naar Holland. En ik zou mijn taken het liefst waargenomen zien door een Nederlander. Als ik dat aan de mensen hier overlaat. Ja, dat is vragen om problemen. Juist. Er staat een goed salaris tegenover. Lottie, kan je even iets opnemen? En zodra ik hier vertrek, kunt u in dit huis verblijven. Laten we meteen een contract opstellen. Charlotte, barones Steenhuis van Delden. Zij gaat niet mee naar Holland, maar ze blijft hier en zal u als secretaresse terzijde staan. Aangenaam kennis maken. Meneer Menten zal mijn taken waarnemen en in dit huis verblijven. We hebben veel goeds van hem gehoord. Ze hebben al fabrieken bezessen in Galicië? Meer fabrieken. Strijkhölzer, cacao en een grote import- en exportfirma. In orde. Dank u, Herr Schönke. Das reiche Werk ist binnen in den guten Händen. Darum bleiben Sie, was uns betrifft, hier Geschäftsführer. Stimmt es, dass Sie Polnisch sprechen? Ich spreche Polnisch wie ein Neger. Aber gut genug, um nicht betrogen zu werden. Und das ist mir sehr wichtig. Hm. Das Bild stand hier das letzte Mal noch nicht. Ist das von Ihnen? Ich bin Sammler. Leider wurde alles, was ich hatte, von den Bolschewiken gestohlen. Sind Sie auch Liebhaber? Selbstverständlich. Kunst verleiht dem Leben einen Sinn. Nicht wahr? Wir werden in Kürze nach Lemberg gehen, um dort die Dinge in Ordnung zu bringen. Darum bin ich auf der Suche nach einem zuverlässigen Dolmetscher. Wäre das etwas für Sie, Herr Menten? In Lemberg wird sehr viel mit Kunst und Antiquitäten gehandelt. Hauptsächlich von Juden, zugegeben. Aber ich habe dort 20 Jahre gewohnt und kenne jeden in diesem Milieu. Ja, dann sind Sie doch der perfekte Mann, um mitzukommen. Heil Hitler. Dus als ik het goed begrijp, heeft uw broer die hele kunstcollectie tussen 1939 en 43 opgebouwd en daarna in Nederland in uw huis opgeslagen. Ja, ik had in die tussentijd ook een aardige verzameling, hoor. Maar na de bevrijding, toen Pieter gedetineerd was, is er van alles uit mijn huis gestolen. En daar heeft Pieter toen een enorme schadevergoeding voor gekregen. Maar reken maar niet dat ik daar 1 cent voor gezien heb, hè? Nina. Zegt de naam Stieglitz zoiets? Ja. Daar deden we zaken mee. Er was een expert in Pools-Joodse kunst met name. Ja, die had er pas echt verstand van. Ah, welkom. Herr Stieglitz? Herr Katz? Ja, gerne, der Herr. Und was haben Sie für mich im Angebot? Moritz Gottlieb, der polnische Rembrandt.
4 Stück in ausgezeichnetem Zustand. Interessant. Herr Katz hat beschlossen, sein Geschäft ins Ausland zu verlegen. Ja. Ich bitte 300 Reichsmark. Pro Bild? Für alle 4 zusammen. Auf keinen Fall. Livje, blijf je nou? Bed wordt koud. Oh, entschuldigen Sie. Ik kom eraan, schatje. Meneer Katz gaat me eerst een paar prachtige schilderijen verkopen. Koop je er voor mij ook eentje? Voor jou koop ik straks een bontmantel. Nerts. Sabel. Ga maar naar boven toe. Ik moet eerst dit even afhandelen. Er zijn foto's van uw broer in SS-uniform. Ja, dat heb ik gehoord. Ik heb mijn broer nooit in zo'n uniform gezien. Hij wordt ervan beschuldigd honderden Joden te hebben vermoord. Daar kan ik niks over zeggen. Ontmoeten u en uw broer elkaar ook tijdens de oorlog? Nauwelijks. In het begin van de oorlog zat Pieter in Polen en ik in België. Waar ik een aardige handel met de Duitsers heb opgebouwd. Waar ik na de oorlog behoorlijk wat last mee heb gekregen. U bent bij verstek in België veroordeeld? Ja, want als ik me daar vertoon, leveren ze me meteen uit aan de Belgen. U zei dat Pieter en u elkaar nauwelijks gezien hebben, maar u heeft hem dus wel gezien in de oorlog. Parijs. Met mijn ex-vrouw en mijn moeder was er ook bij. En heeft hij toen iets verteld over wat er in Polen gebeurd is? Zet u dat ding nou maar uit. Maar u weet er dus wel iets van. Nou, laten we zo zeggen. Dat als Pieter mij nog één keer probeert dood te verklaren, dan kan ik het met wat er in Parijs is gebeurd nog knap lastig maken. Wat bedoelt u daarmee? Dat is genoeg zo. Vierhonderd. Zijn ze toch vernuftig? Jeder verramt zijn kunstwerken, ze bekommen nirgendwo meer daarvoor. Jozef. Herr Menten had recht. Katz. Guten Tag. Guten Tag, meine Herren. Wie geht's, lieber Pieter? Fabelhaft. Du hast nicht übertrieben. In Lemberg wird überall mit Kunst gehandelt. Wir werden dort gute Geschäfte machen. Darf ich vorstellen? Josef Stieglitz. Ah, der Experte. Schöngard, freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Herr Katz kommt, um Bilder zu verkaufen. Schön. Was hältst du von diesem Gottlieb? Wunderschön. Was kostet diese gleich nochmal? 600 Reichsmark pro Stück, Herr Menten. Ich biete 60. Bitte schön, vor dich im Büro. Das ist aber nett. Dankeschön. Schulz? Für 200 kaufe ich alle 4. Sind wir ihn geschafft? Ja, meneer Knoop heeft onlangs de broer van Menten gesproken. En Mentes kunst is inderdaad afkomstig van Poolse Joden. Verder sprak ik in Duitsland met een voormalig nazi. Dus de chauffeur van Menten. Die kan deze verhalen min of meer bevestigen. En verder, dat is wel interessant om te vertellen. In Hamburg sprak ik in de gevangenis met Wilhelm Rosenbaum. Nazi, eerste klas. Die vertelde dat hij samen met Menten kunst heeft geroofd.
Ik mag aannemen dat niets de arrestatie van de heer Menten nu nog in de weg staat. Die conclusie is voorbarig. Maar de hoeveelheid bewijsmateriaal is overstelpend. Wat wilt u nog meer? Meneer Knoop, we hebben geen oorlogstribunaal meer. Menten mag dan in het buitenland gemoord en geroofd hebben. Hier in Nederland is die officieel van onbesproken gedrag. We spreken over feiten die meer dan 30 jaar geleden zijn gepleegd. Voorbij de verjaringstermijn van moord. En bovendien in het buitenland. Dus jullie laten hem lopen? Wordt dit een herhaling van 1951? Komt hij er weer mee weg? Zeker niet. Hans, die man is schuldig. Willen we hem veroordeeld krijgen, dan is zelfs 99% zekerheid nog niet genoeg. U zult moeten opschieten. Ik ben al benaderd door een groepje oud-verzetstrijders dat geen vertrouwen meer in onze rechtsstaat heeft. Ze vroegen me om mee te werken aan een plan om Menten te liquideren. Ik heb uiteraard voor de eer bedankt. Probeert u mij nou te chanteren, meneer Knoop? Nee, in het geheel niet. Ik wil alleen maar zeggen dat als Menten als vrij man kan blijven rondlopen, de onlustgevoelens toenemen. Hier is het plan. Ik ga met een delegatie van de Rijksrecherche zo snel mogelijk naar die dorpen toe om ter plaatse informatie in te winnen en getuigen te horen. Zo snel mogelijk? Het gaat hier wel om de Sovjet-Unie, meneer Knoop. We hebben visa aangevraagd, maar of we die krijgen is nog maar de vraag. Als het zover is, dan ga ik graag mee om verslag te doen. Nou, dan raad ik u aan ook snel een visum aan te vragen. Volgens mij ligt er zo'n dik dossier over mij bij de KGB. Wat voor lelijks ik dan niet allemaal heb geschreven over de communistische helstaat. Hij valt wel mee. Oh, zul je hem hebben? Mr. Kanevski. Hans Knoop. Dit is Gijs Jongstra, mijn photographer. Please, have a seat. You like beer? Yes, I like. Sorry for the delay. It's okay. You're here now. So. So, you want a visa? Yes. We want to travel with the Department of Prosecution to Podgorica. Yes. So, do you know when they travel to the Soviet Union? I don't know anything about your Department of Prosecution. Let's talk about you, Mr. Knoop. Gaan we het krijgen. You've been refused a visa before because you wanted to write about maltreatment of the Jews in Soviet Union. Maltreatment, no, suppression maybe, but this is something completely different. You work for an anti-communist paper. You are a member of an anti-communist party in Israel, Sherut. Gerut, yes, but I told you before we want to make a report about a Dutch Nazi war criminal who killed hundreds of innocent Polish citizens. Vladimir Moldovan. He's really good. He will pick you up in Lvov. So the visa... No problem. Oh, okay. Vaše zdravie. Vaše zdravie. Katrin Bakkie. Yeah. Ongelooflijk. Je hebt jarenlang voor een fel anti-rode krant gewerkt. Idioot, ja. Ik dacht ook dat het lastiger zou zijn. Lid van de meest anti-communistische partij van Israël en toch geven ze je, hup, zomaar een visum. Op fascisten en nazi's zijn de Russen nog veel feller, dus dat zullen ze nu wel even belangrijker vinden. Of ik zie je nooit meer terug. Nee, wel nee. Ze laten niet zomaar een bekende journalist verdwijnen.
Die Russen, die zijn tot alles in staat. Nou, zo geschrift zijn ze nou ook weer niet. Hallo. You made a reservation? Two rooms, Dutch Press. Stop. Zwei Zimmer. Knoop. Geef die over. We have an appointment here in this hotel with Vladimir Moldovan. Do you know him? Не знаю. Not know. Goed. Oké, laten we hier maar verwachten. We wait here, okay? Weet je wat het is? Ze heeft gewoon nooit zelf geld ingebracht. En nu draait ze mijn poot uit met die alimentatie. Nooit scheiden. Was het niet van plan? Verdomme, zijn we nou gewoon 14 uur voor een lul onderweg geweest? Ze hebben het over ons. Dit is het militaire hoofdkwartier van het Warschau-pact, het Hof van de Leeuw. Wat zegt hij nou pas? Rustig. Господин Кноп? Goedemiddag, Vladimir. Ja, ons kan. Sorry dat ik u even liet wachten. Problemen met autoriteiten. Als de mensen u wat vragen... altijd mij erbij halen. Kunnen wij dat afspreken? Zeker. Willen jullie wat eten of drinken? Wat kan ik voor u doen? We hebben onze kamers nog niet eens gehad. Ga ik regelen, ga ik regelen. Dan gaat u slapen. Er wacht morgen een verrassing voor u. Verrassing? Ik vertrouw die verrassing in dit land niet zo. Absoluut het water niet in, nu. Het laatste stuk moeten wij lopen. Verderop is het huis die vroeger was van de familie Pistener.
blijf hier wachten. Blijft vol met de neus in de boter. Dit zijn de massagraven. Oké, de professor geeft zo tijd voor ons. Добрый день. Это журналисты из Голландии. У нас вопрос. Кто-то из вас жил здесь в 39-м году? Можно нам задать пару вопросов? Naam? Какого зовут? Пьетро Ментен. Net te laat. Kan ik nog een keer met dat aanwijzen? Повторите еще раз, пожалуйста. Пьетро Ментен. Так то он. То он. Ментен. Zij praat Pools. We kopali die groep. Dalida's kanetten. Er was een kuil gegraven en een plank overgelegd. Mente, każdego jednego wołał po nazwisku. Mente riep de namen. Mieli grupy 3-5 osób i musieli nadesłać. En in de groepjes van 3 of 5 moesten ze de plank oplopen. A jak byli na połowie, to Mente dał znak. En als ze in het midden stonden, gaf Mente het teken. Dat is naar rozstrzelania. Dan werden ze neergeschoten. En każdy jeden zabity. Ukraińcy musieli grób zakopać. A ci ludzie, biedni ludzie, ten jęk, ten pisk tych ludzi. Dit is professor Selengurov van de Universiteit van Lvov. Hij zegt dat wij geluk hebben. De grond hier is zo nat dat veel lichamen nog in goede conditie zijn. Dus alles wat ze hier vinden, klopt met de verhalen van de dorpelingen. Hé, hey, mooi. Even een kopje erbij houden nou, hè. Vanavond gaan we janken en dan gaan we drinken. Het ligt er niet om, op het eerste gezicht. Mm-hmm. Ja, om voor mij duistere reden hebben we helaas nog steeds geen visa gekregen.
Ik heb ook nog geluidsmateriaal waarop te horen is dat Mente dit op zijn geweten heeft. Nee, voor de rechtbank geldt alleen justitieel onderzoek. We moeten er toch echt zelf naartoe. Ik ga volgende week over deze opgavingen publiceren. Dat gaat heel wat commotie veroorzaken. Denkt u nou echt dat Mente rustig gaat zitten afwachten wat de gevolgen zijn? Als u dit naar buiten brengt, helpt u er natuurlijk zelf aan mee dat Mente mogelijk de benen neemt. Het is mijn taak om te publiceren. Mentes vervolging is uw verantwoordelijkheid. Ja, des te beter is het dat u ons de kans geeft om de zaak goed voor te bereiden. Goed. Ik geef u 1 week extra. In de tussentijd bent u of naar Rusland geweest, of u neemt passende maatregelen om te voorkomen dat Mente er vandoor gaat. Goedemiddag, meneer Haverkort. Ja, een vliegtuig, ja. Dat hier al een half uur rondjes aan het vliegen is, pal boven mijn huis. Ja, u weet wel meer niet. We staan hier dagelijks idioten voor de deur te demonstreren. Het water in mijn zwembad is zwaar vergiftigd. Ik eis dat u onmiddellijk een einde maakt aan deze bedreigingen. Ik hou het hier niet lang meer uit. Het wordt maandagochtend, Ben. Maandagochtend is prima. Dat is over 4 dagen. En? Volgens mij is dat te laat. Mente voelt zich opgejaagd. Wat mij betreft pakken we hem nu nog op. Maandagochtend staat vast. En dan aansluitend hebben we om 11 uur de persconferentie. Maak de kinderen nog wakker met je getiep. Knop. Met Rob, morgenochtend, 10 uur. Ze gaan hem arresteren. Heb je een afgetrokken kop, zeg? Vind je het gek? Ik heb je ogen dicht gedaan. Deze plaatje gaat straks de hele wereld over. Ja. Komen ze.
moeten de zaak levend houden, want waar is Mente? Mochten ze hem te pakken krijgen, wil ik wedden dat hij wordt vrijgesproken. We hebben het hier niet over een kruimeldief, maar over een massamoordenaar. Weten ze zeker dat het hem is? Ik maak jou helemaal kapot. Jou en dat leuke gezinnetje van je rotjoot. Weet je wat jij zou moeten doen? Even gas terugnemen. Het proces is in volgang. En waarom zit Henk achter mijn rug om in mijn privéleven te graven? Je denkt dat ik niet win, hè? Ik sta vaak bij de rechter en ik win altijd! Rotjoot!